Tom Smit, we hebben elkaar al eerder gesproken. De triathlon. Ik zeg net tegen je van, wanneer gaat het gebeuren? En dan zeg jij morgen. Oh. Ja, morgenochtend om 8 uur springen we het water in de Amstel en dan gaat het gebeuren. Ik kom eigenlijk net terug uit Amsterdam. Ik heb mijn fiets weggebracht en mijn helm laten keuren. En dat staat allemaal klaar voor morgen. Dus de spanning begint langzamerhand een beetje op te lopen, zo gezegd. Hey, een volledige triathlon, dus je bent wel een uurtje of 8-9 zoet, denk ik. Nee, het is een correctie. Het is een halve marathon. En die van triathlon. En morgen is het Nederlands kampioenschap van deze afstand. Dus dat is helemaal nieuw voor mij. En ik vind het spannend. Ja, kwart triathlon is Olympisch. Half is dan 1,5 kilometer zwemmen. 21 kilometer hardlopen en 90 kilometer fietsen? Bijna helemaal goed. We beginnen met 1900 meter zwemmen. Dat is in de Amstel in dit geval. En dan fietsen we 90 kilometer in de buurt van Oude Kerk aan de Amstel richting de Vinkse Veense Plassen. Dat zijn 2 rondes van 45 kilometer. En vervolgens lopen we nog een halve marathon in dat gebied. Dus al met al een pittige uitdaging. Het is een mooi rondje. Ik ken de omgeving daar. Dat wordt alleen maar genieten of wordt het toch afzien? Ik denk dat het beide is en dat hoort ook een beetje samen te gaan. Als je veel sport en diep gaat, dan is het afzien. En als je dan weer het volbracht hebt, ja, dan is het eigenlijk weer genieten geblazen. Dat je dat toch weer uit je lichaam geperst hebt, zeg maar. En dan kan je weer er volop van genieten. Je bent er een aardige tijd mee bezig geweest. Je bent een aardige tijd in voorbereiding geweest. De voorbereiding begon toen je van Italië terugkwam op de fiets. En hoeveel trainingsuren zitten erin? Nou, er zitten behoorlijk wat trainingsuren in. En ik ben eigenlijk officieel 1 januari begonnen met mijn trainingsschema. En dat heb ik van de week opgeteld. Ik heb als voorbereiding 54 kilometer gezwommen. Dat kan ik op mijn werk doen. Dus daar ben ik bevoorrecht mee dat we een zwembad hebben op het werk. Ik heb zo'n beetje ruim 3000 kilometer heb ik gefietst. En ik heb zo'n ruim 700 kilometer hard gelopen. En dat is mijn voorbereiding. En dat moet voldoende zijn qua inhoud. De cijfers duizelen me een beetje, toch? Want het is niet niks wat je gedaan hebt. Nee, maar ik vind het ook vooral leuk. Dus het gaat eigenlijk, trainen is geen opgave. Het is gewoon een heerlijke uitlaatklep. En ik kijk na afloop van een training alweer uit naar mijn volgende training. Dus dat is gewoon sportief bezig zijn. Ik vind het heerlijk. Dus daar ga ik voorlopig nog mee door. Hey, hoe denkt moeders de vrouw daarover? Ja, die vindt het vooral veel wasgoed en veel tijd kosten. En aangepast eten. Dat is de hoofdlijnen, zeg maar. Maar ze staat er wel volledig achter, hoor. Gaat ze morgen met jou mee? Ja, ze gaat morgen met me mee en ze wil het ook vanaf de start is ze er al bij. Dus morgen gaat 5:30 de wekker. Dat is niet gebruikelijk op de zondagochtend, maar ze begeleidt me de hele dag en daar ben ik ontzettend blij mee en trots op. Dus dat is mooi. Kan je alleen maar heel veel succes wensen morgen. En zodra je terug bent hoor ik wel hoe of wat, want we willen natuurlijk allemaal weten hoe het je vergaan is. Ja, nee, dat spreek ik af. Ik ga morgen eerst ga ik genieten. Ik ga het volbrengen en dan spreken we elkaar vast snel weer.